Vrijdag was de Amerikaanse ambassadeur Howard Gutman op bezoek in Ekelo. Gutman beloofde bij zijn aantreden als ambassadeur om iedere Belgische gemeente te bezoeken. Zo kan hij als buitenlander voelen en zien hoe het er in ons land aan toe gaat. I usually have wonderful receptions in Belgium, but to have a band and a headcutting ceremony is unique to me. Gutman kreeg immers de traditionele Ekelose verwelkoming door zijn hoofd te laten herbakken. Zijn vrouw had in ieder geval een wens hoe het er mocht uitzien. No head look like George Clooney. George Clooney is het net niet, eerder een Uncle Sam meets Charlie Chaplin. I thought the ceremony was fabulous. It's done with the band and it's done with tradition and they have the mask waiting and it's just a great ceremony. Folklore is always fun, but this is a very fun one. Minister van Defensie Pieter de Krem vergezelde Gutman bij zijn trip naar het Meisjesland. En ook hij liet zich een nieuw hoofd aanmeten. Voor Ekelo is dit een belangrijk bezoek. Het kan zich bewijzen aan een belangrijke internationale gast. We hebben ook heel wat bedrijven en organisaties die afgestemd zijn op de Verenigde Staten. Het is goed dat de ambassadeur weet welke mensen en organisaties en bedrijven actief zijn in België die op de dienst staan van Amerika. We're rebuilding the partnership. We had a very strong partnership historically that that weakened in the time before President Obama administration. And to rebuild that partnership, you can talk about it with ministers, but you have to build it with the people. Na het herbakken trok Gutman samen met burgemeester Koen Loete naar het Ten Doorn College. Daar kregen de studenten de kans om hem vragen te stellen over Amerika ten opzichte van de wereld en van ons land. What do you think about the fact that we have had no government for about 340 days now? So in February, all the ambassadors of the United States went back for meetings at the State Department, but only one out of the 187 ambassadors had a private meeting in the Oval Office with President Obama, and that was me. And when I got there, the meeting was scheduled for 15 minutes. When I got to the Oval Office, his first question was, Howard, what is going on in Belgium? You couldn't answer that question in 15 minutes. So the meeting took a half hour. Na de vragenronde was het tijd voor de lunch. En tijdens die lunch kregen ook de andere Meisjeslandse burgemeesters de tijd om met de Amerikaanse ambassadeur te spreken. Na het eten trok het gezelschap nog naar de fabriek van Lotus Bakeries in Lembeke.